We hebben een nieuw spel, namelijk kapot knallen. Dat zegt het al een klein beetje natuurlijk. We hebben een paar bloemenpotten hebben in het bol geplaatst op de grond. Eentje hangt hoog. Natuurlijk zitten er ook wel bloemetjes in voor de gezelligheid. En die moeten ze omver schieten vanaf het 16 meter gebied. De pot die op de grond staat, die is 1 punt waard. Het kratje heeft er trouwens niks mee te maken, laat ik dat eventjes zeggen. Zodat er geen onduidelijkheid is over de spelregels. En er hangt een pot daar zo in de hoek van het goal. En die is 2 punten waard. Vorige week was het Kevin Jansen die eraan moest gelopen. Hij wist de pot in de hoek 1 keer te raken en verdiende daarmee 2 punten. En jij staat op nummer 2. Ja. Hey, 2 punten. Ja, ben je een beetje tevreden? Nee, hè? Dat is eigenlijk gewoon balen dit. Het is nu de taak aan Mike natuurlijk om dat te gaan doorbreken. En Mike, ik kan me nog herinneren, vorige keer had iedereen zoiets van, nou, als iemand kan gaan caravan knallen, want dat was vorig seizoen natuurlijk, dan is Mike het. En toen had je 9 keer nodig om hem erin te krijgen. Nu serieus. Dat is dan. Oh. Ja, ik ga niet erg terug erin zitten. Lucky nummer 7. Balgevoel, joh. Word je zenuwachtig van de kinderen? Nee. Mogen ze je een beetje aan? Ja. Nou ja, het was op zich goed, daar niet van, maar kan meer. Ja, ja. En beter. Maar ik heb nou steun, hè? Ik heb nou steun. Ja, je hebt een supporter bij je, een vriendje heb je bij je. Ja. Is helemaal fan van jou. Twee zelfs, hebben we er inderdaad. Ja, ze zijn groot fan van mij. Wat denk je dat het gaat worden? Ja, ik denk dat ik minimaal gelijk kom met Aaron. 4 punten. Ja, dat moet wel lukken. Je moet toch wel meer. Ja, we gaan. Laten we voor 5 gaan dan. Kom op, jij bent onze spits. Ja, precies. Nou, is goed. We gaan voor 5 gaan. Ja, daarom. Ja. Ben jij een beetje romantisch type? Nou ja, op zich. Ik hou op zich wel van planten. Maar het moet wel een leuke plant zijn. Ja, waar je niet al te veel hoeft te bezorgen. Nee, niet te veel. Kijk, niet te veel. Dus ja, voor een weekie. Voor een week is het leuk en dan gaan ze eruit. Hey, we gaan gewoon lekker schieten, want de eerste krat is al omgevallen. Dus die zet ik even heel snel recht. Het is nog steeds zomer in Nederland, dus in kracht 7. Als ik die rechtop heb gezet, dan mag je gewoon beginnen. Oeh, ongeduldig typeje. As the leaves turn brown. And we could be together. Bloemen erin. Bloemen houden van water, hè? Nee, nou ja, weet je, de eerste keer, je moet even gevoel krijgen in de voeten. Concentreren, hè? Even concentreren. Oké, wacht. Kom, even concentreren. Laten we even concentreren. Doen wij een stapje naar achter, even. Kom. Bijna. Ja, ja. En 3, ja. Nee. Hey, vind je dat grappig? Hey. Dat is niet grappig, hè? Nee. Mike. Ja, ja. 5 keer schieten en enkele punten pakken. Dit was ook niet mijn ding. Dus volgend jaar maar weer het anders proberen, denk ik. Ik ga gewoon geen spelletje spelen met jou. Ja, ik had te veel afleiding. 5 keer geschoten, 0 punten. Ja, dat is balen. Ja, dat is niet slecht. Dat is niet goed, hè? Nee, dat is jammer. Nee. Weet je, je staat op de derde plek. Met 0 punten. Voor eventjes. Kom nog op het podium. Dus, dat is mooi. En dan het klassement. Nog steeds bovenaan met 4 punten, Aaron Meijers. Kevin Jansen heeft 2 punten en onze Mike helaas 0 punten. Volgende week gaan we weer kapot knallen met Michiel Kramer.